In deze video vertel ik over de CX oplaadbare LED-kegels. Hoi, mijn naam is Daniel. Tada. Welkom bij CX Expert. Deze LED-kegels zijn oplaadbaar met een USB-C-poort. Je krijgt er ook een kabeltje bij en je krijgt er een infrarood afstandsbediening bij. Maar laat ik eerst even kort vertellen over de kegel. Het is gewoon een standaard maat kegel, standaard lengte, standaard gewicht. Best wel licht eigenlijk, dat het fijn is om mee te jongleren. En een gewikkeld handvat. Het voelt een beetje als, als standaard kegel. Hij draait ook lekker prima om mee te jongleren. Maar je wilt natuurlijk vooral weten over de ledjes. En leuk is dat deze meerdere kleuren tegelijkertijd kan en daarom allerlei verschillende kleurverloopstandjes kan. Die bedien je met een afstandsbediening, die krijg je ook bijgeleverd. En die afstandsbediening heeft heel verschillende knopjes. Allereerst kun je natuurlijk verschillende kleuren doen. Bijvoorbeeld, je kan ze allemaal rood maken, of groen, of blauw, of geel. En in zo'n kleurenstand kan ik dan ook de felheid ervan aanpassen. Ik kan ze bijvoorbeeld minder fel maken, of juist weer feller. En wil je zo'n regenboogstand, als net al, dan ga ik naar een modus. Bijvoorbeeld deze modi, waarbij je door alle kleuren heen schakelt. Of kan naar de volgende modus, naar de volgende modus. En in zo'n modus kan ik vaak de snelheid aanpassen. Bijvoorbeeld, ik kan hem ietsje langzamer maken, dat hij ietsje langzamer overloopt. Of juist weer ietsje sneller, dat hij sneller knippert. Wisselt een beetje per modus wat voor effect dat heeft. En nu gaat hij heel snel. En er zitten volgens mij wel over 300 verschillende modi in. Dus heel veel om mee te experimenteren. Als je zegt, ik wil niet allemaal door 300 heen klippen. Dan druk je op auto en dan gaat hij zelf na een paar seconden springt hij naar de volgende modus toe. Dus dat is fijn als je op je feestje gewoon lekker zat te leren. Dan kun je door alle verschillende modi heen bladeren. Nadat je hebt gebruikt, dan kun je ze uitzetten met de afstandsbediening, maar dan blijft de kegel aan en dan reageert hij nog steeds op de afstandsbediening. Daarom is het handiger om uit te zetten met het kleine schakelaartje erop zit, die schuifje. En dan, als hij helemaal uitstaat, dan kan hij niet meer door de afstandsbediening worden aan of uitgezet. Dus dan gaat dat ook alleen maar de kegel aan die nog aanstaat. Met de afstandsbediening, met de schakelaar helemaal uit. En dan kun je hem opladen met de USB-C-kabel en de volgende keer weer verder spelen. Dat was de uitleg van de CX LED-kegels.